Ik ben Ilias. Ik ben 12 jaar. Ik ben de kinderburgemeester van Amsterdam. En ik vertegenwoordig de kinderen in Amsterdam door hun een stem te laten te geven. Carla, je staat op de, ja. Je ligt op je zijkant. Ja, ik ben Senna, ik ben 13 jaar. Ik ben Carla, ik ben 12 jaar oud. En samen met Senna heb ik een project opgestart op school waarbij we aandacht vragen voor racisme. En waarbij we kinderen ook erbij betrekken. En we willen laten zien dat kinderen ook iets kunnen zeggen over racisme. Hoi, ik ben Stijn, ik ben 19 jaar inmiddels. Ik ben de oprichter van Youth for Climate. Dat zijn... Vorig jaar februari heb ik 20.000 scholieren laten spijbelen voor het beter klimaatbeleid. En nu ben ik bezig jongeren de politiek in te krijgen. Waarom, ja. Waarom vinden jullie dat nou zo belangrijk? Dat moet je toch gewoon lekker grote mensen laten doen? Nee, eigenlijk niet echt. Want we zien kinderen meer als een grap. Ik denk dat het meer is dat ze dat volwassenen denken dat kinderen niet zo serieus zijn. En dat ze denken dat kinderen gewoon iets anders moeten doen wat kinderen eigenlijk moeten doen. Maar wij willen ervoor zorgen dat kinderen ook gehoord kunnen zijn. En dat ze kunnen laten zien dat ze ook serieus kunnen worden genomen. We leven in een democratie. En dat betekent dat iedereen gelijk is en iedereen mee mag en ook moet praten. Ja, want wij zijn de toekomst, dus waarom zouden we niet mogen meepraten? Ik denk dat ze het ook kunnen doen doordat ze het bijvoorbeeld naar scholen een mail sturen en dat ze dan kinderen bij betrekken. Misschien is het wel handig als ze bij scholen, misschien bepaalde scholen gaan vragen aan kinderen of ze willen meedoen of dat ze erbij willen betrokken willen worden. Ik denk wel dat veel kinderen het zouden willen, maar ik denk ook niet dat iedereen het zou willen, want soms is het een beetje dat je niet goed weet waar het over gaat. Maar ik denk wel dat bepaalde kinderen of sommige kinderen wel willen. We moeten luisteren naar wat ze te vertellen hebben in plaats van gelijk vooroordelen en zeggen... Ja, ze kunnen het vast niet. Nou, als die bedrijven of organisaties ons uitnodigen... Dat wil ik eigenlijk al zeggen, dan vind ik ook dat ze dan wel eigenlijk... Dat niet voor, oh ja, kijk, we betrekken kinderen erbij, maar dat ze ook gewoon naar ons luisteren. En, met ons, zeg maar, gaan praten hoe we het ook kunnen doen voor kinderen. Advies, ga met jongeren in gesprek. Niet één keer, niet twee keer, maar gewoon standaard, structureel. Wekelijks, maandelijks. Een standaard gesprek dat de minister met eigenlijk zijn verantwoording aan een aantal jongeren moet afleggen. Ik denk echt dat dat helpt. Als er nog wat is, laat het weten. En tot een volgende keer. Doei. Doei. Doei.